Deze voorstelling is opgedragen aan Charlotte Jacobs, Catherine van Tussenbroek, Theresa May, aan Vitesse, aan de Common Linnets in 2014, aan Jim Buckham en vooral aan Buzz Aldrin. Aldrin die was majoor bij de luchtmacht, had 66 vluchten boven Korea gemaakt en 2 straaljagers neergeschoten toen hij besloot nog hoger te gaan. Hij werd astronaut bij de NASA. Buzz Aldrin werd aangewezen als piloot van de maanlander. Die zou worden losgekoppeld van het moederschip en even later op het maanoppervlak zou landen. Waar hij en mission commander Neil Armstrong uit het luik zouden stappen, de vlag zouden planten en naar huis zouden bellen.